Goedemorgen traders, dit is het Marktcommissariat van zondag uh, 25 september. Het is nu half 12. En uh, we gaan uh, vooruitkijken en beginnen altijd met deze vlog door even terug te kijken naar de afgelopen week en, en uh, een vergelijking te maken, een kleine evaluatie van wat ik vorige week gezegd heb en of de visie inderdaad is uitgekomen, want dat is belangrijk of we eventueel het scenario moeten. Aanpassen. Dat doe ik overigens ook als daytrader. Uh, elke dag. Ik had al in uh, meerdere vlogs aangegeven: dat het hebben van een visie is één ding. Uiteindelijk beslist de markt of die visie uitkomt. En als daytrader gebeurt het regelmatig dat je uh, diverse keren op een dag je, je visie of je scenario eigenlijk um, moet bijstellen, omdat de markt gewoon iets anders doet. En uh, dat is geen probleem. Het probleem ontstaat pas als je blijft bij een scenario, ondanks dat de markt duidelijke signalen geeft dat dit scenario eigenlijk niet langer geldig is. En dus vandaar dat het ook voor swingtreden altijd even goed is om de eh, achterliggende periode even te evalueren en dan te kijken, blijft de, het scenario eigenlijk nog hetzelfde voor de komende periode. Want wat was het idee? Het idee was dat wij begin van de week maandag en dinsdag tot aan de FOMC-meeting, dus de rente, het rentebesluit van de centrale bank, dat wij een klein, beperkt opwaarts herstel zouden zien, gevolgd door bekendmaking van de rentebeslissing een nieuwe daling, en dat wij dan binnenkort de juni gaan zien en gaan testen. Nou, laten we even rechts kijken. Daar staat nu de week. Ik laat jullie even de drie uur grafiek zien. Dit is, um, even kijken. Waar we zijn. 16, 19. Ja, dit is, um, dit is de 16e en dit is de 19e. Dus hier begint, dit is zeg maar de, het slot van um, afgelopen week. En daar heb ik dus de. De vlog gemaakt en ik gaf aan, ik verwacht een beperkt herstel. En dan uh, bij, de, bij het rentebesluit verwacht ik vervolgens dat wij het, de neerwaartse richting eigenlijk hervatten. En uh, het rentebesluit zien we hier, uh, even kijken, dus de 19e, de 20e, dat is hier op de 21e. Kijk. Dit is kort voor de, voor de rente, of het rentebesluit en daarna zien we dus het besluit van de FED om de rente met 75 basispunten te verhogen. Uh, plus het bijbehorende commentaar, de markt gaat uh, dramatisch onderuit. We noemen het een in, uh, in clearing bij Elephant Bar. Uh, waarom is die clearing? Hij cleart, dus hij, hij veegt eigenlijk weg al die data hier. Dus iedereen die hier long heeft gekocht in deze beweging, die wordt hieronder gewoon, op het verkeerde been gezet, moet de positie sluiten. En dat verklaart dat we dus deze uh, neerwaartse lectie hebben. Dus de visie was: tot aan, of het scenario was: tot aan het rentebesluit licht opwaarts, gevolgd door neerwaarts en een test van de Unilo's. Dus we zien: dit is de Unilo hier. Inmiddels is deze Unilo getest. En wanneer gebeurde dat? Inderdaad, vlak voor de of rond bekendmaking van de FOMC-meeting. Dus we mogen stellen dat uh, als we even een evaluatie doen, dat het scenario tot op heden gewoon uh, spot-on was. En wij nu ook de situatie hebben dat we de juni-loze getest hebben. En ook dat uh, gaf ik, of geef ik eigenlijk al meerdere weken aan dat ik ervan uitga dat deze week top gezet is. Dat we hiermee een lagere dagtop hebben. En um, dat we uiteindelijk de Unilo gaan testen en dat we die ook gaan berekenen. Nou, tot zover dan. Dus laten we even kijken hoeveel zit er dan nog per salde in het vat voor de wat langere termijn. Als we hier gaan kijken, dit is het begin van de weekcyclus, wij tellen nu 14 bars. 14 bars is normaal gesproken te weinig voor een um, cyclusbodem. Bovendien, dan gaan we even naar de linker grafiek, die zetten we even naar de tweedaagse. Bovendien hadden we hier gezien dat dit waarschijnlijk een tweedaagse Cycle is, hier op 28 bars. Dat betekent um, twee van dat soort tweedaagse cycles. cycle te dus maken een weekcyclus. Dus als we hier even gemax halve 20 erbij tellen, uh, zo, dan zitten we op uh, begin november. Begin november. En dan zie je hier, en als we dan vervolgens um, even in de week, doen we even zo, gaan tellen, dus vanaf hier we tellen dus nu 20 bars hè? en we gaan dit eventjes aanpassen hier na hier, dan zitten we ook op 20 bars. Met andere woorden, als de huidige tweedaagse cyclus, die bestaat weer uit twee individuele dagcycles, als die 20 bars noteert, dan zitten we op ook aan het einde van de weekcyclus, en die zijn ook 20 bars. Dat kan dus natuurlijk 21, 22, 23 zijn, het kan ook bijvoorbeeld 19 zijn, maar ik geef al uh, een hele tijd lang aan, ik verwacht ergens eind oktober, tot laten we zeggen medio november, in die range verwacht ik in principe, een, een bodem waarna we een wat grotere opleving zouden krijgen. Dus we laten dit even staan. Zetten die even terug naar 20 bars. En die tweedaagse hier. Um, die halen we ook even weg. Zo. Goed. Dus um, verwachting is dat de bodem. De weekbodem. nog niet gezet is. Dat is dus een, een aanname. En als we even kijken. wat zou dat betekenen qua koerspotentie. Um, we zitten nu op een belangrijk niveau. Waarom? Dit is het niveau van um, medio februari 2020. Waarom is dat belangrijk? Kijk even, dat is een belangrijke top geweest. Waarna we de covid crash hebben gehad. En dit niveau werd um, hier gebroken. Het werd nog een keer getest. Hoger, het werd nog een keer getest. Het werd hier getest met de Unilew. Dus dit, belang, dit niveau is echt, echt heel belangrijk. En we zagen vrijdag, raar, raar, hoe kan dat? Dat we ook hier het niveau testen. En dat daar, daar dus kopers in de markt kwamen. Dus de markt reageert op dit niveau. Dus, dat is even belangrijk. En dat betekent dus twee dingen: dat het op de korte termijn best zou kunnen zijn dat we hier even een kleine bounce krijgen, een kleine pullback. En als het niveau vervolgens echt, echt wordt gebroken, dat uh, hier toch uiteindelijk ook weer uh, verkooporders op, uh, op gang komen, vrijkomen. En dat we weer een flink trappetje lager kunnen. Waar zouden we dan naartoe kunnen? Dan zou je bijvoorbeeld hier naartoe kunnen: naar deze swing low. Kijk hier. En dat niveau ligt alweer zo'n beetje 10%, ruim 10% lager. He, dus we, we hebben mogelijk nog wel wat te gaan. Dus ik denk zelf dat, omdat we op bar 14 zitten, dat de weekbodem nog niet gezet is. Dat zou een hele korte bodem zijn. Um, Ten meer, we hebben hier de mid logaat van de week, de tweedaagse. Uh, ja, en dan, dan komt hier nu een halve dagcyclus achteraan. Dat, dat klopt niet. Dus, dus op de wat langere termijn, en wat langere termijn binnen nu en vier weken tot zes weken. Uh, dus de, de levensduur van de huidige weekcyclus verwacht ik nog dat we per saldo onder dit niveau komen. Echt, echt er dik onder. En uh, hou ik er rekening dat wij een koers toe aantikken dat mogelijk nog 10% lager ligt. Goed. Hoe zit het dan op de korte termijn? Nou, dan moeten we even dus schakelen naar de dagcyclus. Dus we gaan even terug. Of we gaan eerst even naar de tweedagcyclus kijken. Want hoeveel bars tellen we hier nu? Hier tellen we nu. Zes bars, zes bars. Dat betekent dat we waarschijnlijk nu in de dag op twaalf bars zitten. Dus dat gaan we even kijken. Dit is links de 24 uur grafiek. En dit is de huidige dagcyclusbodem. Dagcyclusbodem in het begin van die tweedaagse. We tellen nu inderdaad twaalf bars. Nou, uh, kan hier al een dagcyclusbodem ontstaan? Lijkt mij nogal onwaarschijnlijk. Um, we zien soms wel eens kortere, kortere cycles, echt hele korte, die eigenlijk te kort zijn, maar dat komt altijd aan het einde van een grotere cyclus. Bijvoorbeeld als we een weekcyclus hebben of een maandcyclus, dat dan de dagcyclus vertekend is. Lees korter dan uh, normaal. Um, dit zou eigenlijk niet mogen kunnen, en dat betekent dat we hier even gemakshalve ook hier 20 bars aanhouden. En dat betekent dat we hier dus ook nog een aantal dagen te gaan hebben per saldo voor een verdere neerwaartse beweging. Dus het, het scenario is eigenlijk als volgt qua cycles: dat deze cycle tot hier loopt. Ik geef even, dit is geen uh, koersniveau, dit is even qua tijden. En dan vervolgens nog een dagcyclus, 20 bars tot zeg maar november. En die kan dan al dan, wat, al dan niet wat langer of korter zijn. Kijk, als deze iets langer is, dan begint die later en dan schuift die iets op. Maar dat betekent dus, we hebben minim, min, ja, ongeveer nog een halve dagcyclus te gaan. En dan nog een dagcyclus. En die laatste dagcyclus zal natuurlijk ook bearish zijn. Omdat we nu al in een, in een bear market zitten. Goed. Um, dus dat even qua, uh, qua tijd. Hoe zit het dan met de nog kortere termijn? Want... Uh, het is duidelijk dat wij op de korte termijn um, dat we daar nogal oversold zijn. Hoewel ik niet van dat, van dat woord hou, oversold en overbord, want dat betekent dat de koers niet lager zou kunnen. Nou, dat kan natuurlijk wel. Um, maar wat, wat zien we hier? We zien dat er behoorlijk wat afstand is tussen de MA20 en de huidige koers. En normaal gesproken, kijk, als de afstand erg groot is aan de bovenkant of aan de onderkant, dan zien we dus. Dikwijls een, een kleine correctie. Maar die correctie kan dus ook even zijwaarts gaan, waarna we weer in afstand toenemen. Dus het kan even zijn dat we hier een 2, 3 inside bars zetten en dan vervolgens een beweging naar beneden. En dat is eigenlijk wat ik een beetje verwacht. Want als we heel even kijken naar de rechte grafiek, en dan zet ik hem even op de 12-uur grafiek, en dan halen we even dit weg. Kijk, dit is de. Ik zet hier even het pijltje neer. Dit is de huidige dagcyclus. De dagcyclus bestaat uit twee cycles van een halve dag. Dat is logisch, want 2 maal een half is een hele cyclus. De eerste cyclus is volgens mij hier gezet. Dat geef ik even aan van hier tot daar. 17 bars. Dat betekent we hebben de midcycle low van de dag al gehad, die was maar 1 bar. We zitten nu mijns inziens in de tweede, en die zou dus nu die telt dus nu 8 bars die zou dus dan naar 20 bars gaan um, gemiddeld dus begin oktober zo'n beetje, 3 oktober, 3, 4 oktober verwacht ik in principe de dagcyclusbodem dat betekent, we zitten dus nu 1 cycle 2 er komt nu waarschijnlijk het laatste kwart aan, van de dagcyclus dus ik verwacht in essentie, mogelijk dat wij maandag misschien dinsdag, een kleine opleving zien. Um, ik, het zou mij verbazen als die opleving boven deze rode bar gaat van vrijdag, maar dat we eigenlijk hier binnen blijven, of dat we meteen de low gaan aanscheppen. Wat je vaak ziet is als vrijdag natuurlijk een behoorlijke down day was, dan zie je dat de lows van vrijdag op maandag nog een keer getest worden. Dus het is goed mogelijk dat wij maandag, uh, misschien ochtends nog even wat stabiel blijven. En dat we dan smiddags, als de US Cashmarkt opengaat, die loos weer gaan testen. Um, maar of we nou één of twee inside bars hebben, dat vind ik per saldo niet zo belangrijk. Um, ik ga er eigenlijk vanuit dat wij per saldo komende week nog een neerwaartse week hebben. Omdat we dus nog uh, te gaan hebben in deze, in deze dagcyclus. Ehm um, dus nogmaals, als ik hem hier tel, dan zitten we dus nu op 12 bars. Hij is al super bearish. En dat betekent dat we dus mogelijk nog een dag of 5, 6, 7, 8 te gaan hebben. Um, dus het is goed mogelijk dat we even een dag of zo stabiliseren. Of dat we bijvoorbeeld maandag de loos nog even aantikken en hier een kleine bodem zetten. En dan vervolgens iets opveren, één of twee of drie dagen. En dan alsnog een nieuwe loon maken tegen eind van de week. Um, nogmaals, laat je even niet hinderen door die tijdschaal. Ik geef even voor deze week het scenario aan. Um, en dat dan de dagcyclus gezet wordt. Maar de dagcyclus bodem lijkt me nog niet gezet. Daar is het tekort voor. En, maar dat zou dus betekenen dat wij um, nog iets lager kunnen, dat dit niveau dan wordt gebroken. En dat daarna de nieuwe dagcyclus begint, dat die ook weer zwak is. En dat we dus over een week of uh, um, vier, vijf, vier, nou zeg maar uh, vier tot zes ongeveer de weekbodem zetten. En dat dan een mogelijk iets groter herstel uh, mogelijk is. Maar voorlopig is het gewoon nog allemaal heel erg bearish. Um, en dat blijft het volgens mij ook nog. Dus ik zie geen reden waarom er nu. ...op grote schaal kopers in de markt zou komen. Um, natuurlijk is dit een belangrijk niveau. Dat had ik net aangegeven. Hier waar eerder al, al, al kopers zijn. Maar je moet je ook, ook het, het volgende beseffen. Kijk, als je hier al gekocht hebt... Uh, in, de, ...in de hoop of anticiperend op een, een nieuwe bull market... ...dan sta je nu weer helemaal terug bij af. Um, en dit was uiteindelijk slechts een bear market rally. Dat hadden we al eerder vastgesteld... Dus waarom zou je hier dan nog een keer op dezelfde schaal als hier gaan kopen als het helemaal niks heeft opgeleverd? Um, dat is qua marktlogica zie ik dat niet. Dus ik zie dat hier mogelijk wel een kleine bounce kan komen. Hè, dat we bijvoorbeeld nu even onder komen in de, in de lopende dagcyclus en dat we dan in de volgende dagcyclus hier dit niveau testen en dat we uiteindelijk uh, dit niveau tegen eind november, begin november zo'n beetje gaan testen. dan gaan we kort even de Nasdaq bespreken maar dat doen we echt maar kort ook de russel en de dax want we zien eigenlijk overal hetzelfde vandaar dat ik nu uitgebreid de Dow heb besproken enige verschil is uh, in de Nasdaq is de juni low nog niet getest nou wat niet is kan nog komen uh, ook hier zien we dat de huidige dagcyclus 12 bar stelt lijkt mij te kort om een echte bodem te hebben dus het kan even consolideren. Of maandag misschien een, een korte dubbele bodem. Dan misschien één of twee dagen herstel. Vervolgens eh, tegen het eind van de week weer een nieuwe daling. Um, maar het lijkt mij um, ja, toch wel vrij waarschijnlijk: dat wij um, in, de, in deze weekcyclus, die dus uh, zeg maar hier zou moeten bodemen, uitgaande van die gemiddelen, dat we uiteindelijk hier dik onder de, de juni komen. En waar zou dan voor de NASDAQ het koers toe liggen? Dus dat gaan we ook even bekijken. Kijk, voor de NASDAQ hebben wij die, die uh, februari-high nog niet gehaald. Dus de Dow had dat wel, daar zitten we nu op. De NASDAQ zit daar nog niet. Die is eigenlijk gewoon uh, harder gestegen na die COVID-low uh, hier. Dus uh, dit ligt voor de hand dat we uiteindelijk in de komende uh, weken. In deze lopende weekcyclus bodem, dat we uiteindelijk dit niveau gaan testen. Dat betekent een niveau nou, ergens tussen 9,5 en 10.000 punten. We staan nu op 11.400. Dat betekent dat hier dus makkelijk nog een, een procent of 10 eraf gaat. En dat zien we ook in de, in de DAO. Dus, dus dat is eigenlijk een beetje het idee. Komende weken nog een procent of 10 neerwaartse potentie. Zelfde uh, rallies. En we hebben nog ongeveer een anderhalve dagcyclus te gaan. Um, dus er komt denk ik nog één mooie shortkans. Um, op het moment dat dan de lopende dagcyclus voorbij is. Dat er dan een nieuwe komt. Die weer een lagere top maakt. En dan het laatste zetje. Um, tot zeg maar in, uh, in november. En daar zou dan mogelijk. Een, um, tussen aanhalstekens. Een soort eindejaarsrally kunnen ontstaan. Die mogelijk. Ja, 10, 15% opwaartse potentie geeft tegen het einde van het jaar. Uh, betekent niet dat de bear market altijd een einde is, maar dat we wel aardig wat volatility blijven hebben en houden. En dat is natuurlijk heel goed nieuws voor day traders, maar ook voor swing traders. Dit is de, uh, de Russell. De Russel heeft ook een zeer zwakke week achter de rug. Nou, dat mag inmiddels niet verbazen. Ook hier checken we even lopende dagcyclus. Bouwnummer 12. En in de week. Ook hier even checken. Bouwnummer 14. Dus we hebben hier nog gemiddeld een week of 6 te gaan. Ook hier is de low formeel nog niet gebroken. Die zit dus hier. En waar kunnen we naartoe? Interessant is dat wij nu in de Russel, kijk, daar staan we nu eigenlijk in deze zone hier. Kijk, we kunnen hier zo'n zone markeren. Um, van de COVID-high, pre-COVID-high in, in 2020. Dat niveau werd hier even getest, werd hier getest en dan zitten we nu weer. Dus normaal gesproken zou je zeggen: ligt het voor de hand dat we hier een reactie zien. Um, we hebben alleen nog behoorlijk wat tijd in de, in de weekcyclus. Um, vandaar dat mijn uh, gedachte eigenlijk zo is dat we uiteindelijk dit niveau gaan breken en dat we minimaal rond die 1500 terugkomen. Deze zone hebben we al in een vlog eerder besproken, uh, die, die was er een keer ingetekend. Dus ook dit zou betekenen dat we vanaf hier uiteindelijk nog zo'n procent of 10 neermaats te gaan hebben... Ongeacht of we hier even een bounce krijgen of niet. Dus, dus alle beurzen, eigenlijk, als we het zo even zien, alle Amerikaanse beurzen, um, op de hele korte termijn behoorlijk oversold. Dat, dat zie je ook als we gaan kijken. 1, 2, 3, 4 dikke rode bars, ver onder de MA20 hier in de, in de, in de daggrafiek. Dat vraagt normaal gesproken voor een kleine consolidatie. Die kan wel degelijk komen, maar. Uh, deze dagcyclus is nog niet af, dus, dus het, het, het meest boelus in deze dagcyclus zou bijvoorbeeld zijn als we bijvoorbeeld even een herstel krijgen en dat dan de bodem van de dagcyclus misschien een aanscherping is van de huidige loop. Dus dat we bijvoorbeeld maandag een, een, een test van de loop zien, daar misschien dinsdag, woensdag, misschien donderdag een, een, een rally krijgen. Um, en dan vervolgens een nieuwe test van die low, die even iets lager zou moeten komen, hè, want de lowest low moet dan wel lager liggen dan dit, en dat we vanaf hier dan die laatste dagcyclus beginnen, en dat die uiteindelijk wel onder dit niveau duidt. Dus zo'n beetje heb ik, dat, heb ik dat voor ogen. Um, dus om nu nog schoor te gaan, dat lijkt me niet heel erg opportun. Uh, natuurlijk kan de markt hier gewoon dwars doorheen gaan, Alleen normaal gesproken is het short gaan. Eh, nadat we al een behoorlijke beweging hebben gehad, hè, die is hier gestart en we zitten dik onder de MA20, is normaal gesproken niet echt opportun. Dat vraagt altijd om een tegenreactie. Eh, je zult zien dat het nu deze ene keer niet gebeurt, maar normaal gesproken, kijk, dat zie je hier tegenreactie, hier tegenreactie, hier tegenreactie. Eh, ja, en als iets uh, van de 100 keer gewoon 95 keer op dezelfde manier gebeurt, dan ga je niet op die 5% inzetten waar het niet gebeurt. Dus om nu nog short te gaan, dat lijkt me niet opportun. Maar er komt waarschijnlijk nog een dagcyclus aan, um, die ons een kans geeft, zoals we bijvoorbeeld hier die hadden gehad. Kijk, dat had ik verteld. Hè? Dus als we dit niveau, dit hadden we van tevoren aangegeven, en uh, die omkeerbaar hebben, dan kun je een short. Uh, trade en ik gaf ook aan vorige week dat ondanks die grote bar dat ik wel degelijk shortposities had in de vorm van ber-spreads. Die ber-spreads hebben nu hun eerste koersdoel gehaald. Dat is inmiddels al 100% meer dan 100% van de ingelegde premie en uh, de, de rest loopt nog op een, uh, met, een, met een looptijd van media oktober. Uh, en dat kun je straks denk ik nog een keer komen als we nog een laatste dagcyclus hebben. Die dan nog wederom een lagere top zal opleveren. Goed, dan de, de DAX. Kijk, de DAX heeft echt dikke vette nieuwe lows gemaakt. Sluit nu op onder uh, de vorige loos. En hier zien we dat we al een stuk verder zijn. Kijk, dit is de COVID-high geweest. Hier. En. Daar, dat is al dit niveau, hè? dus daar zijn we al lang en breed. Dat zijn we al gepasseerd. Um, en ik had hier al in een eerdere vlog aangegeven wat hier mijn koersdoorzone is, en dat is die zone rond 11.600. Daar gaan we nu behoorlijk hard naartoe. Dus het zou me niet verbazen als we uiteindelijk hier uitkomen met de weekbodem. Dus ook hier dat betekent dus dat we hier ook een duizend punten neerwaarts hebben. Laten we zeggen een 8 tot, tot 10 neerwaartse potentie. Nou, dat is allemaal een beetje hetzelfde. Dus ook dit ziet er gewoon heel bearish uit. We tellen ook hier heel even de dagcyclus. Barretje nummer 14, nou, een beetje vergelijkbaar. En de weekcyclus telt nu 11 bars. Nou, op het moment dat we hier, zeg maar, begin november, dan zitten we op 18 bars. U.S. zit dan op 20 basis, dus het komt in principe allemaal een beetje op hetzelfde neer. Um, dus laat je niet foppen doordat misschien deze week de beurs even een bounce laat zien. In het meest bullish verhaal, zoals ik dat zie, hebben we misschien maandag even een hertest... en dan misschien twee, drie, vier dagen, drie dagen een herstel... en dan lijkt het alsof die, die bodems allemaal uh, stand houden... Ik denk dat we uiteindelijk nog lager losmaken. Is het niet meteen? Dan is het gewoon uh, na een aantal dagen. En dan komt dus de laatste dagcyclus. Die kan ook even voor een rally zorgen. En dan de laatste beweging naar beneden in het tijdvenster van eind oktober, medio november. Waar we dan voor alle beurzen de genoemde koersdoelzone verwachten. Die vanaf het huidige niveau ongeveer een procent of tien lager ligt. Nou, dan gaan we naar de elementalen. Um, was niks, is niks en wordt niks. En ik, ik blijf mij verbazen, ook op Twitter, de Pema boels in, in goud en in silva die dan maar zeggen: dit is een historisch koopmoment. Ja, het zou dat ik mijn bril niet goed op heb of zo. Ik zie het niet. Um, het, kijk, natuurlijk zou het. Kijk, alles kan. Het kan best zijn dat de markt hier keert en uiteindelijk gewoon een enorme rally inzet. Um, maar laat de markt dat dan maar bewijzen. Dus nu zitten we op een, een belangrijk punt, want we hebben deze swing low, deze swing low, deze swing low. Die wordt nu gebroken. Die is vorige week al intraweek gebroken. Kijk, ik maak het even iets groter, dan zie je dat. Kijk, hier. En toen kwamen we nog terug. En deze week was weer een negatieve week. En sluiten we daaronder? Nou moet ik natuurlijk wel zeggen: Dit is uh, 1, 2, 3, 4, 5. We hebben al van de 6 weken 5 negatieve weken gehad. De markt is behoorlijk oversold. Maar markten kunnen aardig lang oversold en ook overboord blijven. Um, dus dat wil niet zeggen dat de markt nu omhoog gaat. Als de markt, als dit echt een historisch moment is om te kopen. Wat willen we dan zien? Kijk, dan willen we zien dat de short uh, sellers en de mensen die hun longs hebben gesloten, dat die allemaal op het verkeerde been worden gezet. Wanneer gebeurt dat? Dat gebeurt als wij boven die 1700 komen. Want dan is iedereen die hier short is gegaan of die hier zijn longposities heeft gesloten in anticipatie op verdere daling, die je ziet hey, dat gebeurt niet. Ik moet mijn positie hatchen, ik moet sluiten, ik moet eruit, ik moet uit die short-positie, ik moet misschien mijn long-positie herstellen en dan krijg je een mogelijke short-squeeze. Maar dan willen we dus eerst een failed break zien. We willen dus eerst zien dat deze uitbraak niet doorzet en dat zien we dus pas rond of boven de 1700 en zeker op weekslotbasis. Nou, dat is dus nu nog niet het geval. Het kan komen. Maar als het er is, dan kunnen we altijd nog reageren. Op dit moment zie ik alleen maar, dan kijken we even naar de dag: vlaggetjes. Ik zie een daling en vlaggetjes. Een daling en vlag. Een daling en vlag. En vrijdag wederom een krachtige daling die al deze intra-inside bar, intra, uh, bars moet ik zeggen. Sorry, inside bars weer neerwaarts uitneemt. Dus het is continu een herhaling van zetten. De markt is gewoon heel erg zwak. Um, en moet je echt duidelijk bewijzen dat er gewoon kopers in de markt komen. Als dat niet gebeurt, dan ligt in principe de weg open voor een test. Daling tot een test van deze swingloos van 2020 rond de 1450-1440 uh, dollar. Goed, dan gaan we ook even naar het uh, zilver, want daar was het natuurlijk wel even iets. Anders aan de hand. Uh, namelijk, we hadden hier een, een soort tijdelijke loskoppeling van het, uh, van het goud. We zagen even een flinke rally. En ik gaf eigenlijk aan: dat is allemaal leuk en aardig, dit ziet er indrukwekkend uit. Maar uh, het is die bekende zwaluw die, 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 die nog geen zomer maakt. Hè? Je wilt dus gewoon meer zien. Hebben we al meer gezien? Voorlopig niet. Kijk, even in de week. We zien gewoon nog steeds lage toppen, lage bodems. Lage toppen, lage bodems, lage toppen, lage bodems. Het is vooralsnog gewoon een steady neerwaartse trend, waar we elke keer in de buurt van de MA20 in de week verkoopdruk krijgen. Wat wil je dus nu zien voor een, voor een draai? Kijk, normaal gesproken, normaal gesproken bij een eh, trend, continuatie, verwacht je dus uiteindelijk binnen een week of 2, 3 een nieuwe low. En dat zagen we hier ook. Uh, elke keer als, zeg maar, uh, als we hier die, die pullback hadden gehad, dan hadden we binnen een week of twee, drie, hadden we een nieuwe low. Nou, dat zou dus ook betekenen dat we over een week of twee weer een nieuwe low zien. Wat is dan nou de bullish variant? De bullish variant is dat die low dus niet gezet wordt en dat we hier bijvoorbeeld een hoge bodem krijgen op dagbasis en dat we dan de highs uitnemen hier van september. Dus als wij hier een hoge bodem zetten, en dan vervolgens dit niveau, rond die 20 dollar uitnemen opwaarts. Kijk, dan heb je hier een soort eerste hoge bodem op weekbasis. En dan heb je eigenlijk een trendbreuk. En dan zou je kunnen zeggen, dan ontstaat hier echt bodemvorming. Tot dat niveau, tot dat moment eigenlijk, is het voor mij gewoon een daalende trend. En dan kan iedereen roepen hoe bullish die, die is. Maar ik zie het voorlopig niet. Eerst zien, dan geloven. Um, want ik zag uh, nogmaals: de, de, de elementale bulls die kochten hier al, die gaan hier kopen, die kochten hier, die kochten hier. De koers staat nu hier. Volgens mij is dit gewoon keihard verlies. En als je de chart goed leest, als je gewoon marktstructuur goed leest en price action, um, dan zie je gewoon dat vooralsnog hier niet veel bullish aan is. Laat de markt het eerst even bewijzen. Uh, in de vorm dat, dat er geen nieuw low wordt gemaakt en dat er inderdaad op een hoger niveau kopers in de markt komen. Nou, dan tenslotte uh, Bitcoin. Bitcoin had eigenlijk een sowieso uh, ja, zo -zo week. Gewoon een, uh, is eigenlijk gewoon een neutrale candle. Um, je, ziet, je ziet even goed hoor. Um, dat uh, opwaartse pogingen fel kunnen zijn, maar niet doorzetten. Kijk even naar de daggrafiek. hier zien we een sterke bottoming teelbar. Dus die bar was hieronder helemaal rood, sluit weer op, op tegen de high aan, alle winst wordt weer opgegeven. We hadden uh, een paar dagen geleden een, een hele bullish bar van uh, 18.400 naar 19.600 zo'n beetje, wordt nu ook voor de helft, of is, is de dag daarna eigenlijk ook weer opgegeven. Um, dit is allemaal een beetje rommelen in de marge. Kijk, als ik naar de weekgrafiek kijk, dan zie ik gewoon qua marktstructuur dit belangrijke niveau rond 28, 29k is gebroken. We zien gewoon impuls naar beneden en dit is, lijkt gewoon een vlagvorming en we zitten gewoon in een continuatie van de trend. Als dit de weekbodem is, en daar lijkt het sterk op. Dit lijkt de midzaikelote te zijn, die is al gebroken. Dat betekent dat het zeer aannemelijk is dat wij in de komende weken onder 23.000 blijven en dat we uiteindelijk deze zone hier gaan testen. En dat hebben we vorige keer uitgebreid besproken. Iedereen aast op deze zone en omdat iedereen naar hetzelfde kijkt. Ik heb dat, kijk anders even naar de vlog van vorige keer, daar heb ik uitgebreid de motivatie uitgelegd. Zou het wel eens kunnen zijn dat we in een cel of mogelijk uh, inderdaad een niveau zien dat even uitschiet naar rond de 10.000. Het hoeft niet, het kan wel, want als iedereen naar hetzelfde kijkt, dan krijg je meestal wel iets anders. Maar dit is vooralsnog gewoon een zwakke cyclus. Kijk, dat mogen duidelijk zijn, er is niks bullish aan. En uh, de cyclus is nog niet ten einde en we weten, uh, het meest bearish gedeelte komt altijd aan het einde van de cyclus. Nou, als we even kijken hoeveel bars we nu hebben in deze cyclus, dan tellen we nu de, uh, 14 bars. Nou, dat komt mooi uit, want de, uh, de weekcycli in de aandelen tellen ook zo'n beetje 14 bars. Uh, 13, 14 bars. Dus een bodem in de Bitcoin zou je verwachten eind oktober uh, tot medio november. Um, dus he, samen met de, de risk-on assets, dus, dus, dus aandelen. En het meest bearish deel moet dus nog volgen in deze zwakke, tot nu toe zwakke weekcyclus. Dus het zou mij niet verbazen als inderdaad dit niveau hier, deze zone A, sowieso wordt getest. Maar dat we uiteindelijk wat verder dalen dan menige Bitcoin-boel lief is. Ik zit short in Bitcoin. Swing short met futures. Uh, met en ik heb volgens nog mijn stoploss hier op die drie, iets boven die 23.000 liggen. Um, dus een ruime stop, maar mijn toe ligt natuurlijk ook ergens hier. En ik had jullie verteld: uiteindelijk heb ik hier ook orders in liggen. Maar dat zijn geen swing, dat zijn echt lange termijn orders voor echt fysieke Bitcoin. Of nou, fysiek is niet het goede woord, want dat is natuurlijk een digitale. Maar om niet in de afgeleide producten te handelen. Maar in een echte de Bitcoin. Um, voor de komende 2 tot 4 uh, tot jaar. Dus wat dat betreft zou dit mooi uitkomen. Dat een A, de short-positie eerst gaat uh, aan waarde wint. En dat je dan op een, uh, op een mooi niveau de Bitcoins gaat kopen. Maar dit ziet er gewoon volgens nog niet goed uit. Kijk, dit ziet er gewoon bearish uit. Aandelen is gewoon bearish. Elementalen is gewoon bearish. Dus ja, uh, ik kreeg. Van de week een, een mail: iemand die zei: Wat ben je toch een ras echte pessimist? En uh, dat is helemaal niet goed voor de aandelen als jij elke keer die je vlog zo opschrijft. Is eerlijk waar? Nou goed, ik reageer niet op dat soort onzin. Um, ik probeer gewoon de chart te lezen. Maar als ik de chart lees, zie ik gewoon niks dat op dit moment positief is. Er moet nog wat meer pijn um, verwerkt worden. Dat betekent gewoon lagere koersen en het, het, een interessant moment, doet zich mogelijk inderdaad eind oktober, medio november voor, um, waarna we dan een, een, een wat meer duurzaam herstel kunnen krijgen, of dat dan inderdaad de bodem is voor Bitcoin, dat zal een beetje afhangen hoe diep we nu gaan, maar dat zou inderdaad best wel een hele mooie koopkans uh, zijn. Dus ik ben niet alleen pessimistisch, voor de lange termijn ben ik juist extreem moedig op, op Bitcoin, um, maar vervang het woord pessimisme gewoon voor realisme, gewoon de chart goed lezen en handelen aan de long en short kant, ik heb geen voorkeur voor long of short, zolang de markt maar liquide is en, en mooi open blijft, vind ik dat allemaal uh, best. Goed, we hebben alle niveaus, alle uh, scenario's weer besproken, dat is eigenlijk in essentie niet heel veel veranderd, we liggen mooi op, uh, op schema, en ik wens jullie allemaal een hele fijne tradingweek toe, en tot volgend weekend, tot dan. Thank you